Oh. Oké, jongens, allemaal welkom bij deze nieuwe video van Sea of Thieves. Deze game gaan we vandaag weer opnieuw spelen. Gisteren probeerde ik weer te uploaden, maar dat werkte niet echt helemaal, dus ik heb wel een poppetje gemaakt. Zoals jullie kunnen zien. Nu moeten we even dit doen. Skip. Een galeon of een sloepje? Voor de sloep gaan. En dan gewoon sailen, want wij willen alleen zijn. Nou, voor de mensen die niet weten wat Sea of Thieves is. Dus dit dat dit gaat laden. Sea of Thieves is een piratengame, zoals je misschien al kunt horen of kunt zien. Ik weet niet of jullie het geluid kunnen horen, want als je misschien hier ziet, ik ben met Shadowplay aan het opnemen rechtsonder. Dus het geluid is een beetje naar de kloten. Maar tenminste, dit is gewoon een piratenplunder game en het is best wel vet. En wij gaan gewoon vandaag proberen een paar mapjes et cetera te doen, een beetje questjes. En dat is het. Ik ga waarschijnlijk niet knippen in deze video. Want, of ja, ik zie wel of ik dat doe. Misschien wel, misschien niet. Hey, coole kerel. Maar ik ben al begonnen met een poppetje, want ik probeerde gisteren te recorden, maar toen wist ik niet wat ik moest doen. Dus het was eigenlijk 2 jaar lang van iemand die niet wist wat hij moest doen op dit spel. Het was best wel kloot, dus ik denk niet dat je dat wou zien. Dit wil je wel waarschijnlijk zien, maar ja, oké. Okay. Jezus, dat duurt lang. Even wachten. Knipt het misschien wat uit, ik weet het niet. Ah, nou jongens, zoals je kunt zien, we zijn hier. En we gaan gewoon even lekker accordeon spelen. Mysterious stranger. Try your best, yeah? Buena suerte. Wow. Dat is gewoon een mooi liedje. A drink. Tanya. Oh yeah. Oké, jongens. We hebben gewoon ram weer resources. We gaan gewoon even met onze zwaard in de hand lopen, want wij zijn echt piraat. Oh. Hozo. Daar hebben we gewoon kanonskogels, maar oké. Oké, nou kijk, hier is onze grote vriend Wilfred. Hebben we al voyage? Ja, we hebben een voyage. Ik pak gelijk even een nieuwe. Hey, Harry de Hoorde. Seek the gold of a pitfall pirate on this mission. Yes, of course, wel niet. Ik ga met de gold hoarders, want dat is zeg maar mijn faction waar ik het meest heb mee gespeeld. Ik heb nog niet heel erg veel gespeeld op dit spel. Ach, kijk, daar is onze sloep. Zal ik ze dan daar aan pakken? Misschien iets handiger. Dan zal deze de boel iets meer verlicht. Maar zoals je kunt zien, met Z kun je emotes doen. Dus ik ga hem gewoon midden op het ding gaan even lekker dansen. Lekker schoffelen. Lekker schoffelen. Wij gaan gewoon even. Oh jee, er is storm. Is het ammo? Oh. Are you serious? Is mijn schip nou kapot aan het gaan? Fuck. Ja, dan moeten we hem even repareren. Is er nog wat? Is er nog een lek? Nou, ik zie geen lek meer. Hier, hup. Even het schip legen. Niks meer. Het mooie is ook dit schip. Het schommelt ook gewoon de hele tijd. Dat is wel vet. Maar even proposed voyage. Laten wij deze doen. Vote. Oké.
Ancient Spire Outpost by midnight on the 26th. Registry Ancient Spire Outpost. Ancient Islands. Oké. Okay. Ancient Spire. Ah, hier is het. Heb je hem toch? Oké. Okay. Dan moeten wij richting... Hier zien jullie rechtsonder een windroos. Dan moeten wij... Ik doe hem even met mijn vingers. Jullie kunnen dat niet zien. Volgens mij naar noordoost. Ik weet niet zeker, maar niet heel erg goed met kaarten. Dan moet je eigenlijk vooral dit spel niet spelen. Maar ja, wat boeit het. Dat is een coole game. Ja, ik denk noordoost. Want zeg maar... Ja, laten we maar gewoon eens proberen. Het anker is nog open. De wind komt vanaf daar. Dat is ook nieuw. Oké. Okay. De zeilen staan gereed. Ik zal het ankertje ophalen. Oké, okay, we hebben het wind nice in de zeilen. Aan het roeren en zwaaien. Scherpe bocht moeten we even maken. Oh, nu hebben we dat wind lekker in de zeilen. Het wind, de wind, wel. Ik ben ook even aan het drinken tijdens het opnemen. Is misschien niet handig, maar... Nou ja. Oké, we zijn bijna op Noordoost. Ik ga vast draaien. Ik ga maar even kijken of we de goede kant op gaan. Nog iets meer naar het naar rechts. Dus nog iets meer naar het noordoosten. Ja, zo is goed. Oh, what the fuck, de wind is dan van een hele andere angle. Helemaal draaien. Ja, de wind zit hem nu echt vol in de zeilen. Maar oh, we hebben gewoon storm op zee. Kutter kan het niet. Ah, het is echt zo donker, man. Jezus. Zometeen. Oeh, jezus, wat zijn we aan het doen? Oh jee, wat is aan de hand? Oh fuck. Oei shit, dat hoer is gewoon het. Oh fuck. Nee, kut. We zijn volgens mij recht een storm in gereden. Holy fuck man, wat is dit kompas aan het doen? Rustig. Nee, we moeten naar links. We moeten naar links. We moeten naar links. Gozer, we moeten naar links. Zo, nu moeten we de roer maar even draaien. Auw, hier rustig. Doe kalm, jezus. Auw, kut man, wat is er aan de hand? Tegenhouden. Wat is die kompas die het aan het doen, man? Oh, wie? Hele ding gaat echt los. Ja, draai maar een beetje. Ik kijk in de tussentijd of het goed gaat. Oh fuck, we gaan recht op een eiland af, dat is niet de bedoeling. We moeten. Nee, we moeten langs dat ding. Nee, ga lang. Ga weg, ga weg. Wat is dit nou? Gek, nee. Oh ja. We gaan nu langs het eiland. Dan moeten we langs. Langs dit eiland. Oh nee. En nu moeten we weer draaien. Oh, kijk hoe mooi de zon is, jongens. Ik ga even op mijn accordeon. Of
op dit gare ding, ik weet dat je niet wat het is. Oké, we varen nu recht op af, dus als we... Ja, dat is het, dat moet het zijn daar. Oh, nee, hier, dit. Dat moet het zijn. Laten we maar gewoon alvast achter het stuur gaan staan, dat het dadelijk fout gaat. Oké, we moeten een one feathered chicken en een golden chicken daar halen volgens mij. Of dat moeten we daar afleveren. Ja, dat zien we wel wanneer we daar zijn, als we een fout hebben gemaakt. De zijde draaien. Dan wordt het iets beter aan de zijde. Draai alvast een beetje naar rechts. Dat we zeg maar recht die langs die stenen gaan. Dus moet je niet in die steen. Kieken, gaat nog steeds goed. Yep. Oké, waar moeten wij eigenlijk zijn bij dat ding? Oké, volgens mij, ja, we moeten om die steen, we moeten om die linkersteen heen fietsen gaan. Oh, bier, wat is er met die wind aan de hand, man? De wind echt kut. Oké, we moeten dat ding even draaien. Links. Oké, moeten we nu hier naar binnen? Naar binnen gaan, even naar binnen slaan me. I am a pirate. I am a British pirate. I drive the seas with my big boss. Dus het anker loren, want ik ga even kijken. Oh fuck, we moeten nog verder. Nu zou die recht voor ons moeten liggen. Dan zou dat ding wel zijn ofzo. Dus wachten tot we die wind eens iets beter hebben. Nu is hij echt kut. En tussentijd. Fuck, het hele schip staat wel onder water. Kut. Hup, raam met Mitre. Nou, was dat dan? Wauw. Oh, wat? Als ik hier op F klik. Ah, dat is een lantaarn. Sorry, hangt daar een lantaarn. Hang hier nog meer lantaarns? Ligt hier het. Ligt gewoon de wind nu iets beter? Gek. Oh. Ja, ik zal het er maar mee moeten doen. Oké, hop, oké. Ga gewoon echt niet vooruit, hè. Oké. Ja, dat zal het waarschijnlijk zijn, dat ding. Het is hierboven wel even koud. Ik eet een stukje. Een stukje brood moet ik hier op leggen.
Jip, dat is hem, daar moeten we zijn. Dat is onze bestemming. Kijk, als ik het goed heb, moesten we hier links omvaren. Oh, kijk de wind. Oké, even recht vooruit. Ancient Spire Outpost, ik had het goed. Ah, dankjewel hè. Ga je gang. Even hierin slaan om me. Lower het anker. Zo. Maar ik merk niet dat we die kippen dan hebben meegekregen of zo. Dus. Oeps. Oké, maar laten we maar even gaan kijken. Oh. Sorry voor de onderbreking, dat was even iemand die ons belde. Holy shit, man. Maar ik weet wel niet hoe ik mijn wapen moet holsteren, dat is wel een beetje jammer. Oh, by midnight. Yeah, what? Yeah, what? Wow, Sally's stok, even kijken. Holy shit, man, dat is duur. Oh, kut. 70k. Oh, F collect chicken koop. Als het goed is, kun je kip op zo'n eiland krijgen. En die moet je dan verkopen. Maar het was net middernacht, dus het is nou echt vroeg in de morgen of zo. Dan gooi je die kooi hier neer of zo. Ja, we hebben 2 kippen nodig, dus. Ik zal nog een contract kijken. Of ja, niet nog een contract, maar van nog zo'n kip. Zo'n kooi. Chicken koop. Maar waarom zou je überhaupt kippen willen vangen? Dat is echt dom. Zo, is dat iets voor Erik? Als je dit kijkt, Erik, dan is hier. Goeie jongen. Oké, wat we nou moeten doen, is naar een eiland. Dan moeten we even de dichtstbijzijnde eiland even vinden. Dit is zo'n klein eilandje, niet zo groot, hè. Even kijken, waar gaan we heen? Laten we naar Barnacle Clay gaan. Wij staan precies naar achter. Dus we zouden naar het noordwesten moeten gaan. Ongeveer. Dus zet je zeilen maar gereed. Oh ja, dan wacht. Dan moeten we even de zeilen. Precies.
hierin draaien. Klappen eens uit. Noordwest. Oostwest, thuiswest. Noordwesten, dat is helemaal daar. Dat is precies achter ons. Dus het zal waarschijnlijk wel kloppen. Wacht, dit dat die notificaties op mijn telefoon, daar word ik echt gek van, man. Nou, Sen, als je dit nu kijkt, leuk dat je een video hebt gaat opnemen, maar ik ben even bezig. Dus niet storen. Yep, dit is de goede koers. Er zal nog weer zo'n storm komen, hè? Kijk, kijk. Oh, ik zweer het. Ja, iets meer naar links. Sorry voor dat. Oké, even kijken. Oh, de wind staat goed, holy shit. Hoho, recht in de zeilen. Ja, nu gaan we er echt recht op af. Holy shit, man, dat ding beweegt. Jezus, dat ding is aan het schommelen. Oh nee, hè. Are you serious? Oh, wacht, waarom ben je dit? Oh fuck, we gaan er langs. Alles daar. Ah, daar is het eiland. Lower, 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 lower. Ja. Oké. Okay. Welke kippen moesten we? Een wit geveerde en een gouden. Nou, die gouden zullen we waarschijnlijk wel makkelijk zien. Nou, dat is ons klein schippie. Die quest die duurde wel echt langer dan ik dacht. Ja, wat is dit nou? Golden chicken. Oeh, yes, we hebben een gouden kip. Dat was easy. Huh, een kipje aan boord. Wacht, wat is dit? Dit zijn bananas. Oh, poor chicken. Arme kip. Arme kip hebben we nu bij ons. Oké, okay, een white feather chicken. Zo is een golden chicken.
Ik dacht serieus, die zijn fucking lastig om te vinden, maar valt echt mee. Ah, daar. Kijken. Auw, fuck. De fuck zat die bliksem wel mee in? Kijk op Discord of iemand al heeft gereageerd. Wat? Ja, dat bedoel ik dus. Hè. Oh nee. Altijd als je uit deze game gaat, man. Nou, dit was dan de aflevering van vandaag. Bedankt voor het kijken en doei.